zoek naar geluk. We zijn met z'n allen op zoek naar geluk. Steeds opnieuw verlangen we naar wat ons tussen de vingers glipt. Steeds opnieuw komt dat wat we niet willen op ons af. We willen wat we niet hebben en hebben wat we niet altijd willen. Het is daarom dat we steeds op zoek zijn. Op zoek naar geluk. We lijden precies omdat we op zoek zijn. Zo eenvoudig is het. Maar blijkbaar is dit tegelijk onbegrijpelijk. We lijden omdat we driftig op zoek zijn naar het geluk. Wat is geluk? Een apentemmer had de gewoonte om 's morgens 4 porties en in de namiddag 3 porties noten aan zijn dieren te voeren. Op een dag besloot hij hun dieet te veranderen door 's morgens 3 en in de namiddag 4 porties te geven. Toen de apentemmer dit op een morgen aan de apen voorstelde, werden ze woest. Ze wilden onmiddellijk de grootste portie. Zo gedragen zich de meeste mensen. Ze willen geluk, rijkdom, aanzien. Ze willen zo vlug mogelijk de grootste portie. De mens vergeet dat evenwicht en harmonie in het leven belangrijk zijn. Promet bientôt de bonnes nouvelles pour ceux qui souffrent. Il y a 18.183 francs à gagner. Hallo? Oui, bonsoir. Onze geest lijkt op die van een onrustige aap. Hij slingert van boom tot boom, van tak tot tak, ontevreden, steeds op zoek naar iets anders. Zen begrijpen is voor alles inzien dat we steeds hongerig zijn naar iets anders. Dingen zoeken die we niet hebben, ergens anders willen zijn dan waar we zijn. Zen is elk ogenblik, elke minuut, elke seconde van ons bestaan voor vol aanzien. We leven nu. Niets ontbreekt ons. Zen is zazen. Zazen is gewoon de kunst van het stilzitten. In stilte zitten. Niets doen. In alle rust en stilte de tijd nemen stil te zitten. Het wonderlijke van deze houding is dat ze de geest tot rust brengt. Dat is een van de geheimen van Zen. Om zazen te beoefenen gebruiken we de zafu, een klein rond kussen. Hierop gaan we met gekruiste benen zitten. Het bekken naar voren gekanteld, zodat de knieën goed tegen de grond drukken. De wervelkolom komt kaarsrecht te staan. De schouders ontspannen zich. Het hoofd is recht opgeheven en de kin is ingetrokken. De blik naar beneden gericht. De linkerhand rust in de rechter, de palmen naar boven. De duimen rusten horizontaal en raken elkaar lichtjes. Elk detail van de houding heeft belang. De verschillende delen van het lichaam vormen één geheel en beïnvloeden elkaar. Dankzij de grote stabiliteit van deze houding is het mogelijk lang onbewegelijk te blijven. In deze houding roepen we een halt toe aan onze driftige zoektocht. We lopen niet langer achter de dingen aan. We worden niet langer door de dingen achtervolgd. In het hier en het nu ontwaakt de ware aard van ons bestaan. Het is de terugkeer naar de oorsprong. De oorsprong van het eigen ik. Reeds meer dan 2500 jaar wordt aan deze zazen-houding gestalte gegeven. Siddhartha was het die aan deze houding zijn vorm en betekenis gaf. Hij was een edelman uit een rijke Indiase familie. Siddhartha betekent verwezenlijking van alle verlangens. Het leed van de mensen trof hem echter diep. Hij stelde vast dat de oppervlakkige genoegens geen echt geluk konden schenken. Ook Siddhartha begon zijn zoektocht naar het geluk. Hij verliet zijn familie om op zoek te gaan naar de weg. Gans die tijd leefde hij ascetisch. Aan de rand van de totale uitputting begreep hij dat met deze extreme ontberingen de bevrijding van het lijden niet te bereiken was. Ten slotte ging Siddhartha in lotushouding onder een boom zitten, vastbesloten om niet op te staan vooraleer hij de kern van het probleem van het menselijk leed had kunnen doorgronden. Uit deze houding, uit deze toestand van diepe innerlijke stilte, ontwaakte hij en werd Boeddha. Wat wil zeggen, hij die ontwaakt is, hij die de kennis heeft. Boeddha begreep dat het lijden veroorzaakt wordt door onwetendheid. Hij begreep dat de oorsprong van het lijden in de verlangens ligt. Verlangens die gehechtheid veroorzaken. Hij begreep dat we, door die gehechtheid los te laten, tegelijk een einde aan het lijden maken. Hij begreep dat elk lijden omgezet kan worden in een gelukkig, gezond, krachtig leven. Elk van ons bezit dit vermogen tot ontwaken. Iedereen kan, door zijn blik naar binnen te keren, zijn oorspronkelijke natuur terugvinden, hetgeen we Boeddha-natuur noemen. Zazen is daar de beste methode toe. Het experiment dat Siddhartha tot Boeddha maakte, kunnen wij voor onszelf overdoen. Er komt geen toverkunst, niets bovennatuurlijks bij kijken. Sinds Boeddha werd deze meditatiekunst doorgegeven van meester naar leerling, van generatie tot generatie. Het is een lang verhaal. Een verhaal dat door heel het Verre Oosten loopt. Van India naar China, van China naar Japan en van Japan naar het Westen. Zen hernieuwt zichzelf steeds opnieuw en past zich aan alle tijden en omstandigheden aan. Zo is er de Zen van de Indiase monnik Bodhidharma in de 6e eeuw. In China aangekomen werd hij misprezen door de boeddhistische intellectuelen. Hij trok zich in de bergen in een grot terug en beoefende er 9 jaar zazen. Er is de Zen die Dogen in de 13e eeuw van China naar Japan bracht. Meester Dogen ging terug naar de kern van Zen, naar Shikantaza of het louter zitten. Dezelfde Zen-wortel bracht de Japanse meester Deshimaru naar Europa. Hij is het die Zen toegankelijk maakte voor de westerse geest. Hij bracht ons het merg van Zen, de beoefening van zazen. Meester Deshimaru citeerde vaak meester Dogen. Hij zei: de weg van Boeddha bestuderen is zichzelf bestuderen. Zichzelf bestuderen. Zichzelf observeren. Zichzelf terugvinden. In Zen is zazen de terugkeer naar de normale conditie van lichaam en geest. Wat is deze conditie? Bekijk de zee. Het oppervlak wordt door de wind gerimpeld. Maar daaronder is de zee wijd en rustig. Remettre bientôt de bonnes nouvelles pour ceux qui souffrent. Il y a 18183 francs à gagner. Hetzelfde geldt voor de werking van onze geest. Talrijke gedachten, emoties, gewaarwordingen komen op om weer te verdwijnen. Het zijn de golven. Ze vormen het oppervlak van de zee. Honger is haar meest efficiënte wapen. In zazenhouding glijden beelden, gedachten, voorstellingen aan ons voorbij. We verzetten ons er niet langer tegen. We willen ze niet grijpen. Zo vinden we ons ware bewustzijn, zonder gedachten, voorbij alle gedachten. De bodem van de zee, het wijdse in zichzelf, onze oorspronkelijke ware geest die altijd kalm en rustig is. Om zazen te beoefenen, verzamelen we ons in een dojo. De dojo is de plaats waar de weg onderwezen en beoefend wordt. Samen zazen beoefenen betekent zich met anderen harmoniëren. Alle mensen zijn met elkaar verbonden. In een dojo is die wisselwerking heilzaam voor alle deelnemers. In de dojo wordt de juiste zithouding aangeleerd. Men leert er diep, langzaam ademen door zich op het uitademen te concentreren. We herontdekken er ook het stappen. Tussen twee zazen-meditaties wordt de zogenaamde kinhin beoefend. Een langzaam lopen op het ritme van de ademhaling. Net als in zazen concentreert men zich op alle aspecten van de houding. De uitademing is lang, diep en krachtig. Deze vorm van ademhaling schept een sterke lichaamsstabiliteit. Zenmeesters spreken van de gang van de tijger in het woud. Elke stap, elke ademhaling is belangrijk. We kunnen er onmogelijk op terugkomen. Het hier en nu, daar gaat het over. Het leven wordt daar, op dat ogenblik, een punt. Het is de bedoeling echt aanwezig te zijn. In elke beweging, in elke uitspraak, in elke gedachte van het moment. Als we ons ogenblik na ogenblik goed concentreren, is het mogelijk een mooie krachtige lijn uit te tekenen. Het leven vormt zo een opeenvolging van sterke ogenblikken. In de dojo is het belangrijk om zich met anderen te harmoniëren. Voor het zitten is er de groet aan de zafu en de andere deelnemers. Dit gebaar noemt men gassho. De handen tegen elkaar drukken in diepe concentratie. Zo'n gebaar is een teken van respect ten aanzien van anderen en alle levende wezens. In Zen is de juiste ingesteldheid bij elke handeling belangrijk. Zitten en vergeten. Het kleine, persoonlijke ego vergeten. De gedachten vergeten. De zorgen laten voorbijgaan. Alles vergeten. Zelfs Zen vergeten. De weg van Boeddha bestuderen betekent zichzelf observeren. Zichzelf observeren betekent zichzelf vergeten. Zichzelf vergeten betekent zijn ware gelaat terug ontdekken en dat gelaat eveneens bij de anderen herkennen. Door zazen te beoefenen kunnen we het egoïstische ik verwerpen en het goede ego bewaren. Het ego dat het verband legt tussen zichzelf en het gehele universum. Een dojo is als een bos. De beoefenaars van zazen zijn de bomen. Bomen met rechte stammen, takken naar de hemel reikend, maar de wortels tegelijk stevig in de grond. Bekijken we nu de zen-beoefenaar. De knieën drukken stevig tegen de grond aan. De wervelkolom komt mooi recht te staan. Met de kruin van het hoofd duwt men de hemel omhoog. Het lichaam vormt op die manier het koppelteken tussen hemel en aarde, tussen boven en onder, tussen lichaam en geest. Zazen beoefenen in onze losgeslagen wereld betekent terug de ware dimensie van het menselijk wezen ontdekken. Is het fundamenteel evenwicht in zijn bestaan terugvinden. Zen wordt wel eens bekeken als iets speciaals, iets geheimzinnigs. Niets is minder waar. Zen is een levenshouding die alle aspecten van het bestaan omvat. Op een dag vroeg een discipel aan meester Joshu: meester, welk is de essentie van Zen? Heb je je rijstsoep gegeten? Antwoordde meester Joshu. Ja, meester. Ga je bord dan afwassen?